Het vuur van de graafschap wordt aangewakkerd door de Heidesmit. Specialisten in kachels en haarden in Halle en Duiven. Ja, Richard, heb jij het gevoel dat deze nederlaag op basis van de eerste helft die jullie hebben gespeeld hier onnodig is in Breda? Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. Ik denk vooral de eerste 30, 35 minuten denk ik dat we toch wel de overheersende ploeg waren hier. Op die ene hele grote kans die ze kregen, volgens mij was het naar 5, 6 minuten. Waar ze alleen voor Heerde staan. Maar ik denk dat we wel in die periode ons niet genoeg beloond hebben. Waar we een aantal mogelijkheden hebben gehad om echt grote kansen te kunnen creëren. En waarin de laatste eindpaas net iets te slordig was. Ja, er lag veel ruimte achter de verdediging van NAC. Dat aanvalsplan bleek best goed te werken. Ja. Waarom is het verval dan zo groot in de tweede helft? Ja, in de tweede helft gingen zij ook iets anders spelen. Dus dat was ook alleen het moeilijke is om het simpele te blijven doen. En daar hebben wij soms problemen mee. Dat zagen we al een beetje na 30, 35 minuten. Dat we toch weer door de as gingen opbouwen. We van links naar rechts gingen dribbelen met de bal. Ja, en daar wachten ze eigenlijk op. En daar komt ook een momentje uit waar de penalty uitkomt. Dus dat is zonde. En we zitten nu wel in een fase waarin we kleine foutjes maken. Dat het ook meteen doelpunt oplevert. En dat is lastig. En na het 2-0 kreeg ik het gevoel in ieder geval dat de Graafschap weinig aanspraak meer maakt op een tegentreffer. Hoe heb jij die verdere fase beleefd? Ja, je ziet eigenlijk wel dat je de tweede helft begin je toch wel weer aardig. Niet door veel kansen te creëren, maar in het veldspel ben je wel beter. Ja, en eigenlijk die 2-0 komt daar en eigenlijk een slecht verwerkte bal komt er eigenlijk die 2-0 eruit rollen. Ja, en daarna zie je wel dat de energie er een beetje uit is. Ik denk dat we nog één momentje gehad kunnen hebben. Dat was de discussie-penalty van Gio. Om nog eens weer terug in de wedstrijd te komen en wat energie te krijgen. Maar buiten dat hebben we daarna nog weinig kunnen creëren. Had jij het gevoel dat het een strafschop was bij Giovanni Korte? Als je de eerste geeft, was de tweede ook een penalty. Nu is het vertrouwen broos bij de Graafschap. Het is natuurlijk een hele lastige fase waar de ploeg in zit. Is er iets om hier uit te komen? Want ik kan me voorstellen dat ook de situatie rondom Adrie Poldervaart niet meewerkt om deze ploeg mentaal gezien op de rit te krijgen. Nou ja, het is elke wedstrijd wordt voor ons gewoon weer een finale. En we moeten ons gewoon weer oppeppen. En je zegt dat vertrouwen is broos, maar daar kunnen we eigenlijk niks mee. Dus je zult het goede veldspel van de eerste half uur zul je als basis moeten hebben om de volgende wedstrijden ook weer gewoon aan te gaan. En we moeten ons toch zelf eruit spelen. Dus wij zijn de enigen die het kunnen doen. Dus we hebben nu een hele lange week naar Roda toe. Dus er zal goed geanalyseerd worden, er zal getraind worden en de tegenstander goed bekeken worden. Ja, en zondag is gewoon weer de volgende finale. En met de eerste helft van vandaag kunnen jullie in ieder geval verder naar volgende week toe? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we, als je uit bij NAC zo dominant kan voetballen en zo kunt controleren, dan moet dat thuis op de Vijverberg helemaal kunnen.